Het is november 2020 en dus weer tijd voor een nieuwe video in onze maandelijkse serie Interessante Aandelen. Een serie waarin we telkens gaan kijken naar wat zijn nou interessante aandelen. Voor deze video heb ik één aandeel wat ik uitgebreid ga behandelen en nog heel veel andere aandelen die ik kort ga behandelen. Ik heb namelijk via mijn Instagram kanaal gevraagd aan jullie van wat vinden jullie interessante aandelen. Daar kreeg ik meer dan 180 reacties, 90 verschillende aandelen, dus ik kan ze niet allemaal gaan behandelen. En voor de aandelen die wel voorbij komen wil dat niet zeggen dat het een aankoopadvies is of een verkoopadvies. Ga altijd zelf nog je eigen onderzoek doen, maar gebruik deze video puur als eerste input en als basispunt om misschien ander onderzoek verder uit te gaan breiden. Maar dat gezegd hebbende, laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal plaats ik elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren of beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren als je nog geen lid bent en geen enkele video wilt missen. Voordat we gaan kijken naar de aandelen van deze maand, gaan we altijd eerst even kijken naar wat hebben de aandelen gedaan de afgelopen maand. En wat hebben de beurzen gedaan de afgelopen maand? Laten we beginnen met de AEX. Daar zien we een klein minnetje van 0,7%. En kijken we naar de S&P 500, de grootste Amerikaanse beurs. Daar zien we een minnetje van 0,07%. Oftewel, ja, bijna vlak lag je gewoon deze maand. We zagen wel natuurlijk eerst een stijging. Naarmate die tijd ging ook weer, ja, kwamen er meer meldingen over het coronavirus dat zich ging verspreiden. En we hebben natuurlijk te maken rond deze tijd, weten we misschien wel, de eerste uitslagen van de presidentsverkiezingen van Amerika. Ook dat heeft vaak wel impact op de beurs, maar zorgt eigenlijk voor de verkiezingen voor dat de beurs vaak wat rustiger is, wat stiller ligt. Nou, dat hebben we dus wel zien terugkomen in deze cijfers. Kijk ook even nog naar de aandelen die ik vorige maand heb behandeld. Ten eerste was dat Galapagos. Daar zien we een min van 16,4%. En dat heeft dan weer te maken met wat negatief nieuws rondom een onderzoek naar een medicijn. Dat leek niet te werken zoals zij hadden gehoopt. Dus dat was een tegenslag. Ik heb trouwens wel dit aandeel ook gekocht. Gelukkig wel net na die dip. Dus ik zit nog een klein beetje in de min. Ik vond het een interessant aandeel voor de lange termijn. Zeker ook omdat ik dan een keer een farmaceutisch bedrijf in mijn portefeuille heb. Kan ik daar weer heel veel dingen over leren en bijhouden. Die ik hopelijk in de toekomst met jullie kan delen. En het tweede aandeel van vorige maand was Plug Power. Dat is een bedrijf wat vooral bezig is met waterstof, met de energietransitie. En daar zien we een plus van zo'n 6,5%. Dus dat ging best wel goed. Heb je nou ook nog een interessant aandeel dat je misschien wel graag voorbij ziet komen in een van deze video's, bijvoorbeeld volgende maand? Laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Vertel welk aandeel het is en waarom jij het interessant vindt. Mogelijk kunnen meer mensen dan alvast helpen en pak ik misschien volgende maand wel een van die aandelen eruit om te gaan behandelen. Maar laten we dan in ieder geval gaan kijken naar het aandeel dat ik in deze video wil gaan behandelen. En dat is het bedrijf CM.com met de tickersymbool CMCOM. En dit aandeel is te koop via de Giro. Hier zie je alle informatie, een screenshot vanuit de Giro. Heb je al een account bij de Giro of wil je nog eentje aanmaken? Een link naar de Giro vind je trouwens onder deze video. En CM.com, of laat ik even kort telkens zeggen, CM houdt zich bezig met wat zij noemen conversation commerce. Oftewel vanuit het gesprek met de klant een conversie boeken, oftewel eigenlijk een verkoop doen. De communicatie met de klant is dus heel erg belangrijk. En denk hierbij aan kanalen zoals WhatsApp, SMS of voice, spraak, gewoon bellen dus eigenlijk. Inmiddels hebben ze dus ook betaalmogelijkheden. Gaan we kijken naar de communicatie, dan is dat vooral bijvoorbeeld sms-berichten voor de communicatie. Klinkt misschien wat ouderwets, maar het is zeker wel heel erg belangrijk tegenwoordig. Bijvoorbeeld een sms'je ontvangen wanneer je bestelling is ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan Just Eat Takeaway, oftewel thuisbezorgd. Of bijvoorbeeld dat je pakketje onderweg is, dat je weet hoe laat je pakketje ongeveer aankomt. Of misschien wel een online inlogcode om online in te loggen bij je bank of bij een andere website. En een van de klanten van CM is dus Just Eat Takeaway of thuisbezorgd, net hoe je het wilt noemen. Zij maken gebruik van bijvoorbeeld berichtjes sturen naar klanten wanneer een bestelling is ontvangen. Maar ook zeker wanneer bijvoorbeeld een bezorger onderweg is met de bestelling, dat ze weten welke tijd het eten aan kan komen. Dat is er eigenlijk om te voorkomen dat mensen juist contact op gaan nemen met een klantenservice. De klantenservice moet dan vaak handmatig gaan kijken wie belt er, hoe zit het met de bestelling. Zij zullen dat vaak niet weten, want dat is de winkelier die eigenlijk het eten voor hem bereiden is. Die wil je liever ook niet storen, want dan gaat het weer ten koste van zijn werktijd. Dus dat is eigenlijk ook vaak heel erg duur om het, ja,
om allemaal uit te zoeken wanneer een klant belt. Dus dat wil je voorkomen. En een van die manieren om dat te voorkomen is om van tevoren in ieder geval een sms'je te sturen. En een ander bedrijf dat er gebruik van maakt is Red Je Pakketje. Dat is dus een bezorgdienst. Je kunt natuurlijk al weten wanneer je pakketje aankomt. Maar ook als je contact op gaat nemen met de klantenservice van Red Je Pakketje. Leuke naam trouwens als je het zo uitspreekt. Dan heb je natuurlijk via WhatsApp of via Apple dat je tegenwoordig gebruik kunt maken. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het kan dus blijkbaar ook. En dan komt eigenlijk al die berichten komen bij Red Je Pakketje op één centraal dashboard binnen. En het is dus heel erg makkelijk voor het bedrijf, want alles komt op één plek binnen. Maar ook heel erg makkelijk voor de klant, want die kan op manieren zoals hij het graag wil, bijvoorbeeld via WhatsApp, even snel tussendoor contact hebben met de klantenservice. Maar CM biedt dus ook betalingen aan en juist heel veel soorten betalingen. En dat is denk ik ook zeker tegenwoordig best wel belangrijk. Als je een webshop hebt, is eigenlijk het succes van jouw webshop afhankelijk onder andere vanwege de betaalmethodes die je hebt. Welke betaalmethodes bied je aan? Waar kunnen klanten gebruik van maken? En aangezien er steeds meer online gewinkeld wordt en dus ook online afgerekend wordt, is dit een groeiende sector. Dus dan zou je graag een partner willen zijn die dit aanbiedt, omdat dit gewoon een heel interessante sector is. En CM heeft het dus ook gezien en zij hebben dus inmiddels ook betaalmethodes die ze aanbieden. Eigenlijk alle grote bekende betaalmethodes die je hier ziet staan, ja, die kun je ook zo gebruik van maken op je webshop. Maar ze hebben ook heel veel mogelijkheden. En specifiek wil ik dan gaan kijken naar Mobile Order en naar Shop & Go. En voor Mobile Order kijken we dan eigenlijk naar de Dutch Grand Prix. Mensen konden online al hun tickets bestellen. Er was heel erg veel vraag. Meer vraag dan dat er tickets waren. Dus we hadden ook nog te maken met een loting. En ook dat kan allemaal via dit systeem. En het zorgde er ook nog eens voor dat op deze manier mensen eigenlijk, of mensen het bedrijf eigenlijk contact op kon nemen met de klant direct. Dus je kon berichten sturen, sms'jes sturen. Zeker nu het af is gelast, is dat misschien wel makkelijk geweest om toch al die klanten op de juiste manier te bereiken. Maar mocht het nou wel door zijn gegaan, of gaat het in de toekomst door, ook dan kunnen klanten nog steeds gebruik maken van dit systeem. Want dit systeem weet precies wie de klant is. En je hebt ook gekoppeld met betaalmethodes. Dus je kunt ook zorgen dat de klanten, als ze op de Dutch Grand Prix uiteindelijk zijn en ze willen eten of drinken kopen, dat ze dan niet met een betaalpas hoeven te zijn, maar dat eigenlijk alles via een app kan lopen. En zo zorg je dus dat tijdens het evenement alles sneller gaat, veiliger gaat en eigenlijk ook nog wel eens makkelijker gaat. En over gemak gesproken, denk dan aan Albert Heijn Shop & Go. Dat is dus eigenlijk winkelen zonder wachtrijen en zonder een bankpas, maar juist wel met een klantenkaart of inmiddels via de app van Albert Heijn. En eigenlijk gaat dan je betaling gewoon via de NFC-chip of via de app van je mobiel. Kun je eigenlijk gewoon je boodschappen doen. Ook dit zorgt er dus voor dat je snel een winkel in en uit kunt gaan. En dit zagen we al in Amerika met Amazon die dat heeft. Maar zeker hier in Nederland wordt er dus aan gewerkt, wordt ermee getest. Dus is het dan een interessant bedrijf? Nou, ik denk het wel als ik het zo kijk. De toekomst wat betreft betalingen ligt vooral online en via mobiel. En ook zeker klantcontact wordt steeds belangrijker. Juist voor dit soort webshops of voor deze diensten die online zijn. Producten aanbieden of diensten aanbieden is het contact gewoon heel erg belangrijk. En juist misschien wel om te voorkomen dat de klant contact op gaat nemen, wat uiteindelijk veel duurder is, veel meer tijd kost. Is het dus gewoon een bedrijf, CM, biedt dus eigenlijk gewoon de producten aan die je in de toekomst graag zou willen gebruiken in een sector of in een markt die eigenlijk volop in beweging is, volop in groei is. En even tussendoor, vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort onderwerpen of video's maken? En je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Dus dat zou ik heel erg waarderen als je even op het duimpje klikt. Dan gaan we nu dus kijken naar de kwartaalcijfers. En dit zijn de kwartaalcijfers van het derde kwartaal van dit jaar, van 2020. En wat dan meteen opvalt is de groei van 75% in de omzet. De omzet stijgt van 23 miljoen in het derde kwartaal vorig jaar naar nu 38,5 miljoen. Hun core gross profit, oftewel hun bruto winst, die stijgt met 84%. En hier kun je eigenlijk al uit opmaken dat we te maken hebben met een bedrijf met heel veel potentie. Want naarmate de omzet goed stijgt, de winst stijgt harder. Dus we krijgen te maken met schaalvoordelen. De infrastructuur ligt er. De medewerkers zijn er. Het product is eigenlijk klaar. En naarmate er meer omzet binnenkomt, stijgt de winst harder. Oftewel de kosten voor die nieuwe omzet, die zijn gewoon lager. En dat is heel erg interessant voor de toekomst. Naarmate je meer winst binnen of meer omzet binnenhaalt, hou je uiteindelijk meer winst over. Onderaan zien we ook hun KPI's, oftewel eigenlijk hun meetpunten van hun diensten die ze aanbieden. Kijken we bij berichten, daar zien we een groei dus van 41%. Wat betreft voice of bellen, 183%, want ze hebben inderdaad ook klantcontact via de telefoon.
payments, dat daalt dan juist weer met 3%. Nou, dat zeggen zij heeft te maken met vorig jaar hadden we de Dutch Grand Prix, maar die is uiteindelijk niet doorgegaan. Dus we hadden vorig jaar heel veel verkopen, heel veel boost juist uit datgene. En juist dit jaar gaat het evenement niet door. Kunnen juist al die betalingen die dus eventueel op het of tijdens het evenement zouden zijn geweest, die tellen nu niet mee. Dus we zien hier eigenlijk weer een dipje. En het is wel natuurlijk wel de verwachting dat het volgend jaar wel doorgaat en dat dan die groei er wel in zit. En dit is natuurlijk maar één van de diensten die uiteindelijk, of één van de evenementen die je gebruik van zal maken. Heel veel evenementen zijn nu afgelast, dus dat heeft er ook zeker mee te maken. Laten we hopen dat in de toekomst evenementen doorgaan en juist van dit soort diensten gebruik gaan maken. En kijken we tenslotte naar de digitale tickets. Daar zien we een groei van 262%. Zeker nu met corona, musea, attractieparken, theaters maken hier gebruik van. En hopelijk dus ook in de toekomst als die festivals die misschien wel op deze manier tickets gaan verkopen. En ondanks, of misschien juist wel vanwege corona, zien we best wel een grote groei voor dit bedrijf. Alleen het is niet zo dat het bedrijf ook winst maakt. En dat moet je eigenlijk de komende jaren nog niet verwachten. Dit jaar zal nog een paar miljoen verlies worden gemaakt. Volgend jaar zouden we misschien wel eens kiet kunnen gaan spelen. Om dan misschien pas in 2022 of later uiteindelijk pas winst te gaan maken. Dus het is ook zeker een aandeel dat je niet voor de korte termijn koopt. Maar juist omdat je erin gelooft voor de komende paar jaar. En dus ook voor een langere tijd dus in je portefeuille wilt hebben zitten. En CM is dan ook eerder dit jaar pas naar de beurs gegaan. Ze hebben toen in totaal 100 miljoen euro opgehaald. Nou, bijna 40 miljoen daarvan willen ze gaan gebruiken om te gaan groeien, om overnames te doen om te groeien. 30 miljoen willen ze investeren juist om te innoveren. En dit zijn dus allemaal investeringen op dit moment. Dat kost dus nu geld, daarom maken ze op dit moment dus ook geen winst. Maar het betaalt zich natuurlijk op de lange termijn, als het goed is, in ieder geval terug. Dus eigenlijk zie je daarom ook dat ze nu geen winst maken. Maar dit is wel de verwachting, zeker naarmate de omzet gaat stijgen en we meer winst maken op deze omzet, dat in de toekomst de winstgevendheid er wel gewoon is. En zoals gezegd, zo moet je het aandeel dus denk ik ook wel bekijken. Echt een aandeel voor in de toekomst. Een heel erg interessant aandeel, een Nederlands aandeel, lijkt mij tenminste, waar ik zeker nog meer onderzoek naar ga doen. En vind jij het nou ook een interessant aandeel en wil jij het kopen nadat je zelf nog meer onderzoek hebt gedaan? Zoals gezegd, het is te koop via de Giro en een link, bijvoorbeeld naar de Giro of naar alle andere onderwerpen die ik in deze video bespreek, vind je onder deze video terug. En dan nog even wat aandelen in het kort, want zoals gezegd, ik heb dus 182 reacties, of inmiddels zelfs al meer, ontvangen via Instagram over 90 verschillende bedrijven. Waarvoor bedankt, maar het betekent natuurlijk wel dat ik niet al deze aandelen uitgebreid kan gaan behandelen. Vaak wil je dan ook gewoon even kort mijn mening of mijn visie over een bepaald aandeel horen. Dus laten we daarom ook even verschillende aandelen even kort gaan behandelen. Juist zodat je toch een beetje een beeld krijgt, of in ieder geval mijn mening krijgt te horen. Te beginnen met Basic-Fit. Hier heb ik toevallig over gesproken gisteren in de podcast met De Belegger. En ook hiervan vind je trouwens een link onder deze video. Over Basic-Fit denk ik in ieder geval dat ze genoeg cash achter de hand hebben om een lange sluiting te overleven. Ik geloof zelfs tussen een jaar en anderhalf jaar aan geld dat ze eigenlijk al hebben, of in ieder geval aanspraak op kunnen maken, lenen bij een bank. En wat we gisteren ook zagen is dat ze open mogen blijven, de sportscholen. Niet de groepsporten, maar juist wel individuele sporten. Juist omdat het heel erg belangrijk is voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen, juist tijdens deze coronacrisis. En ik verwacht ook dat het juist de kleine sportscholen zijn die eerder om zullen vallen. En dat mogelijk dus ook Basic Fit op de lange termijn juist kan profiteren van deze coronacrisis. Kijken we dan naar Workhorse, NIO, Hillion. Nou, hier kan ik nog wel een hele aparte video over maken. En dat is dus zeker wat ik in de toekomst nog wel ga doen. Even kort samengevat zeggende, wat ik eigenlijk altijd al roep. NIO is eigenlijk het enige bedrijf waar ik in ieder geval in de korte termijn op geloof. We zien het nu wel met die kwartaalcijfers. Ze maken inmiddels 5000 auto's per kwartaal, geloof ik. Op zich niet heel veel, maar in ieder geval wel een productie. Dat ze produceren, zeker bij deze aantallen, dat is gewoon een heel erg grote stap. Dat is een heel erg belangrijke stap. En NIO is daarom ook het enige aandeel wat ik eventueel interesse in zal hebben. Workhorse, Hillion, al die andere aandelen vind ik nog steeds eigenlijk hype aandelen. Het is heel veel op geruchten gebaseerd, nog niet echt productie of helemaal geen productie. Dus wacht dat gewoon even af tot het zeker is, tot die deals rond zijn, tot ze echt iets hebben. En tot die tijd zou ik op de korte termijn in ieder geval, zonder echt onderzoek te hebben gedaan, alleen voor NIO gaan. Maar zoals gezegd, daar maak ik in de toekomst, de komende weken, nog wel een keer een actuele video over met het laatste nieuws. Dan nog even banken, zoals bijvoorbeeld ABN. Ik heb zelf helemaal niets met banken. Banken moeten het vooral hebben van rentes. En rentes zijn op dit moment gewoon heel erg laag.
Daarnaast hebben we te maken nu met de coronacrisis. Dat betekent dat banken nu alvast vanwege deze crisis geld achter de hand gaan houden. Omdat ze verwachten dat het slecht zal gaan met de economie. Dat zal misschien dit jaar zijn. Ik verwacht zelf eerder volgend jaar. Dan zul je zien dat bedrijven om gaan vallen, failliet gaan. Omdat ze juist niet meer de steun krijgen vanuit de overheid. Omdat eigenlijk corona voorbij is. En dan kunnen ze niet meer op eigen benen staan. Als bedrijven omvallen, kunnen zij bepaalde leningen niet meer terugbetalen. Gaat ook betekenen dat mensen hun baan verliezen. Dus misschien gaan ook hypotheekbetalingen wel niet allemaal meer binnenkomen. Krijg je dus heel veel te maken met gewoon een nieuwe crisis alleen op dat gebied. En ik denk alleen om die reden al dat het zeker op de korte termijn niet interessant is. In ieder geval, ik vind het niet interessant om in banken te investeren. En dan tenslotte nog vastgoed en dan specifiek Unibail Rodamco Westfield. Dat is sowieso, weet je waarschijnlijk al dat ik vastgoed niet echt interessant vindt, tenminste zeker deze sectoren niet. Ik zit zelf dus in het zorgvastgoed, in de logistiek. Maar als we kijken naar Unibail Rodamco of URW, laat het even noemen. Daar zien we gewoon dat zij vooral zitten in winkelvastgoed en in kantoren. Nou, dat zijn juist sectoren die ik op de korte termijn zeker niet interessant vind. Dan is natuurlijk vanwege die reden is vastgoed al afgestraft. Maar Unibail Rodamco eigenlijk nog wat extra. Omdat ze eigenlijk ook nog te maken hebben met een bepaalde strijd tussen het management en de aandeelhouders. Unibail heeft gewoon geld nodig voor tijdens deze crisis, voor de lange termijn. Dat betekent dus eigenlijk als ze geld nodig hebben, dat er een emissie van aandelen plaatsvindt. Dat is dus eigenlijk gewoon dat de verwatering van huidige aandeelhouders, dus die zijn tegen. Aan de andere kant, als het niet doorgaat, is dat ook weer slecht voor het bedrijf. Dus die strijd is op dit moment nog gaande. De vergadering hierover, de aandeelhoudersvergadering, de speciale aandeelhoudersvergadering, is op 10 november. Dus tot die tijd is er nog wat onzekerheid. Biedt trouwens ook wel weer kansen. Ik denk namelijk dat URW of Unibail misschien wel iets te veel is afgestraft, juist door deze situatie. Dus dat op zich biedt wel kansen, alleen wel in een aandeel waar ik op zich niet zo heel veel in geloof. Heb je wat risico, dan zou het eventueel interessant kunnen zijn. Maar zeker voor dit aandeel geldt, doe goed je onderzoek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nou nog een leuke suggestie voor misschien wel volgende maand? Laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Vertel welk aandeel je voor ogen hebt en vertel ook vooral waarom jij dat interessant vindt. Misschien neem ik het dus volgende maand wel mee. Wil ik in ieder geval weer bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je het een leuke, interessante video. Was dat het geval, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jij interessant vindt. Kan ik meer van dit soort video's maken. Maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ongeveer 1 op de 2 kijkers is nog geen abonnee. Klik even onder deze video op abonneren. En eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. Want ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus op die manier mis je nooit meer een van deze video's. Nogmaals bedankt voor het kijken en hoop ik je graag bij de volgende video weer te zien.